Jane Colliffe Berggraaf heeft vandaag de leiding overgenomen bij de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO. Ze noemt zichzelf kind van de academie, omdat ze ook als student daar was. De afgelopen jaren was ze docent en cursusleider van het vak journalistiek. Ze zegt dat de academie nog een lange weg heeft te gaan. Maar gelooft u me, we hebben alles in place. Het enige wat we moeten doen is zorgen dat alle neuzen dezelfde richting op zijn. Ik geloof dat wanneer we praten over groei, een andere richting, dat iedereen beseft wat je rol is in het geheel. En eigenlijk zijn we in die fase van iedereen op zijn plaats. En het kan niet moeilijk gaan als we allemaal weten wat van ons verwacht wordt. Ik reken op uw alle medewerking. Armand is ook nog docent, dus het kan niet fout gaan. Zijn eigen aanpak en domeinen en ook voor alle andere docenten die zoveel jaar al verbonden zijn aan de academie. Dat zullen we zeker nodig hebben. En ik dank ook voor de gelegenheid. Ik vertel het verhaal zo. Ik heb 2 keer ook meegedaan bij de sollicitatie rondom directeur te worden. Het was de eerste keer toen Krishna laat met pensioen ging. Ik heb geschreven en ik was overtuigd dat ik het zou worden. De tweede keer was ik ook overtuigd, maar er was die stem die zei, je bent nog niet zo ver. Ik weet niet of ik zo ver ben, maar ik geloof wel dat ik op mijn manier een bijdrage kan leveren. Om deze opleiding, zoals ik het bij journalistiek 16 jaar heb gedaan, vooral de samenwerkingen met het buitenland, durven initiatieven te nemen. Ik kijk ook naar mevrouw Dan, we gaan u nodig hebben, want de academie heeft geen geld in de zin van grote dingen kun je plannen, maar je moet geld hebben om het uit te voeren. Dat we echt, ik ga elke dag bij u en mevrouw Ormskerk gaan. En u gaat me horen van me, ik weet het. Maar ik geloof in processen en we hebben uw ondersteuning nodig om dit verder te doen. Colliffe Berggraaf heeft overgenomen van Armand Snijders, die 4 jaren de leiding had bij AHKCO. Snijders haalde aan dat er veel werk verzet is om de opleidingen van de academie te accrediteren. De overdracht heeft plaatsgevonden door tussenkomst van de directeur van cultuur, Roseline Daan. Daan zegt dat het ministerie alle onderwijsinstellingen onder de loep zal nemen. Het proces van accreditatie was voor ingezet ter voorbereiding. Dat is dus allemaal gaande. Dus bij deze wil ik ook aan u meegeven dat alle relevante stukken kordaat zijn opgelegd. U hoeft het alleen maar te vragen of op de trap te drukken en u krijgt de informatie. Dank u wel. Bedankt voor de medewerking. Er wordt gekeken naar curricula, er wordt gekeken naar performances, er wordt gekeken naar het afzwaaien, de uitstroom van studenten. En dat vindt plaats over de gehele linie. Hetzelfde hebben we ook gedaan met de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. En voor hoger onderwijs is een van de belangrijkste vereisten de eventuele uitzondering daar gelaten. Maar is de belangrijkste vereiste dat binnen de leiding we toch wel iemand moeten hebben die een Masters of Education opleiding heeft genoten. Daan geeft aan dat AHKCO valt onder het directoraat cultuur. Te zijner tijd zal de academie mogelijk overgeheveld worden naar een ander directoraat van het ministerie. Daan is ervan overtuigd dat de leiding van AHKCO in goede handen is bij Colliffe Berggraaf.